23 jaar geleden hebben we elkaar ontmoet. In mijn toenmalige job als directeur van SBO, onderdeel van de koopholding. Inmiddels zijn we 23 jaar verder en hebben we in 23 jaar heel veel, zowel met z'n tweeën als met anderen, aangeschoven, wel of niet meegemaakt. Maar voor mij als een soort unieke persoon, vertaald naar zijn luisteraars, naar mensen die hem aanschouwen en mensen die heel veel van hem kunnen leren, of die hem nog iets leren, dat hij in staat is om het geschreven en gesproken woord te vertalen op een manier dat het past bij zijn luisteraar of bij zijn lezer. En dat is wat heel erg uniek is in Marcel. En het meest opvallende daarin is dat wanneer Marcel iets leest of iets opschrijft, dat hij de vertaling naar zijn luisteraar doet in de manier die het dichtst bij die luisteraar zit. En als dat nu aan de hand moet van een metafoor, dan doet hij dat aan de hand van een metafoor. Als dat aan de hand moet van een spelvorm, wat dan niet direct een metafoor is, maar een andere vorm van spel of het uitvoeren daarvan, of aan de hand van toneel, of aan de hand van een geschreven boek, het maakt niet uit. Uniek is hij in staat om zijn ideeën over de vraagsteller of de luisteraar die hem dat voorlegt te vertalen naar iets waarvan je zegt, ja, daar kan ik iets mee. Ja, daar kan ik iets mee. Daar kan ik mee verder, daar kan ik het voordeel mee doen. En dat geldt individueel, collectief, kleine gezelschappen, grote gezelschappen, maakt niet uit. En hij zorgt vanaf het begin dat je daarin geactiveerd luisteraar bent. Dus dat je ook zegt van, oh ja, dit onderdeel dat past bij mij, dat onderdeel dat kan ik vertalen naar een ander. Hier kan ik iets mee doen, daar kan ik iets mee doen. Onvoorstelbare scoren om te zorgen van, ja, niemand realiseert zich. Eigenlijk verwacht ik heel iets anders. En wat ik nu verwacht, dat weet ik zelf niet, daar ben ik naar op zoek. Maar dat hij in staat is om daar dan toch een invulling aan te geven die zo voldoet aan datgene waarvan die klant zich afvraagt, hoort dat bij mij, is dat een onderdeel waar ik naar op zoek ben. En de kracht vanuit het individu vertalen naar een van zijn activiteiten en de manier waarop hij dat in de boekvorm heeft neergelegd, is uniek.